Goedendag. Vanavond speelt Oranje tegen Tsjechië in Hongarije onder droge omstandigheden. Het is wel warm, tropisch warm aan, bij aanvang van de wedstrijd, zo'n 30 graden. En geleidelijk aan zal de temperatuur al daar gaan dalen naar 25 graden. In ons land blijft het niet overal droog tijdens de wedstrijd, want van het zuiden uit komen buien opzetten. En uh, later de over de buien wel geleidelijk aan uit. Maar morgen hebben we opnieuw met onstabiel zomerweer te maken. En dan kunnen overal in Nederland een paar bui buien gaan voorkomen. Maar vanmiddag is het nog op veel plaatsen droog en zomers warm. Met zo'n 25 graden in het noorden van het land. Tot zo'n 27 of 28 verder landinwaarts. En daarbij staat een zwakke tot matige wind vanuit het oosten. Rond een uur of zes dan kunnen al een paar buien voorkomen in Brabant en Zeeland en Limburg. En die buien die trekken gedurende de wedstrijd naar het midden van het land. En zo ziet het plaatje er voor halverwege de avond uit. Het wordt zo'n 19 tot 23 graden verspreid over het midden en zuiden. Een paar buien. In het noorden blijft het vandaag waarschijnlijk droog. Maar morgen, zoals gezegd, overal in het land een paar buien. Ochtends eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend van het zuiden uit opnieuw een paar stevige buien. En bij buien is kans op veel regen in korte tijd, hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het nog wel warm hoor: zo'n 22 tot 27 of 28 graden. En de buien zullen in de avonduren geleidelijk aan gaan verdwijnen. Maar vandaag dus vooral in de avond een paar buien. Ik wens u een fijne dag.